In deze oefening hebben we een kromme in het xy-vlak, gegeven in polcoördinaten r is cosinus tot de derde theta, en daar moeten we het stuk in het eerste kwadrant van hebben. Dus dit is x, dit is y en het stuk in het eerste kwadrant. Voor theta gelijk aan 0 is die cosinus gelijk aan 1. Die cosinus wordt kleiner, tot de derde is een stijgende functie. Dus dat wil zeggen dat de straal kleiner wordt en geleidelijk aan 0 wordt als de hoek pi over 2 is. Dus ongeveer zoiets. En daar werd een Cartesische vergelijking voor berekend. En die Cartesische vergelijking is y kwadraat is x tot de macht 3 tweede 1 min x tot de macht 1 tweede. Dat is de Cartesische vergelijking van deze kromme. En nu is het de bedoeling om deze kromme te gaan wentelen rond de x-as. Dus dat betekent dat we deze kromme moeten gaan wentelen rond de x-as. Op die manier krijgen we een omwentelingslichaam. En daarvan moeten we de Cartesische vergelijking gaan zoeken. Dus wat krijgen we? We gaan deze kromme gaan wentelen rond de x-as. En dat betekent dat we eigenlijk cirkels krijgen, als we kijken naar een vlak loodrecht op de x-as, dat we cirkels krijgen waarbij dat de y-coördinaat van deze grafiek de straal wordt. Dus als we gaan kijken naar een vlak evenwijdig met het y-z-vlak, zo hebben we hier verschillende vlakken. Als we dat kijken voor een bepaalde x, wat zien we dan? Dan zien we een cirkel met straal r. En die r kan je hier voor een bepaalde x uit deze grafiek gaan aflezen. Als je kijkt die r, dan kun je hier in een rechthoekige driehoek. En wat zie je? Dat y kwadraat plus z kwadraat die straal in het kwadraat is. Hier in deze vergelijking, we hebben hier de y vervangen door r. Dus dat wil zeggen dat we hier ook de y moeten vervangen door r. Dus r, de Cartesische vergelijking is r kwadraat x tot de macht 3 tweede 1 min x tot de macht 1 tweede. Waarbij je r kwadraat vervangt door y kwadraat plus z kwadraat. En zo krijg je de Cartesische vergelijking die ook in die modeloplossing staat.